Onze Flevolander in het buitenland is vandaag almeerder Bastiaan van Dalen in Groot-Brittannië. Hij studeert in Oxford. Nou ja, die naam Oxford die hoor je ook vaak als het gaat om vaccins, het coronavaccin. Bastiaan, goedemorgen. Goedemorgen. Krijg jij dat vaccin dan ook, dat Oxford-vaccin? Ik denk dat ik zelf de laatste in de wachtlijst ben, maar nee, het zijn vooral denk ik nu eerst de oudere mensen en de mensen die het harder nodig hebben dan ik. Ja, nee, maar omdat je in Oxford woont en studeert natuurlijk, dan denk ik van misschien krijg je dan ook automatisch het Oxford-vaccin. Maar zo gaat dat niet waarschijnlijk. Nee, ik had de kans gehad. Het was een test waar je als eerste mee kon doen aan de trials. Maar ik heb het niet gedaan. Mijn vriendin wel. Dus die heeft mogelijk de vaccinatie al. Oké. Of ze heeft een placebo. Dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook, ja. Het is een beetje 50-50. Ja, zeg, we hebben het al over het virus. Maar de vraag is, wil jij het vaccin? Het virus heb ik liever niet. Nee, ja, het vaccin natuurlijk. Wat mij betreft, het lijkt gewoon te werken. Dat is genoeg onderzocht. Dus ik ga ervan uit dat het allemaal veilig is. Dus, beter voorkomen dan genezen. Tuurlijk, maar krijg je er eentje? Want jij bent natuurlijk buitenlander. Ik ga ervan uit dat ik er een in Nederland zou krijgen. Maar volgens mij is het toch pas een jaar weg of een half jaar weg voordat ik er überhaupt aan bod kom. Dus ik wacht het eerst maar even af. Oké. Ja. Het tempo van vaccineren ligt aardig hoog, hè, bij jullie? In Engeland wel, ja. Volgens mij zitten we nu op 1 miljoen. Ja. Dus dat ligt wel een beetje voor op Nederland, ja. Ja, een beetje wel, ja. 2 miljoen. Maar het is ook een grote mond, Jolien. Zeg maar, qua corona wordt de situatie natuurlijk in Groot-Brittannië steeds hachelijker. Met een eigen variant. Wat merk jij daarvan in het dagelijks leven? Ik moet eerlijk zeggen, ik merk er niet zo heel veel van. Want het was hier eigenlijk al lockdown. En het is nu gewoon een stapje erbovenop. Ze hebben nu aangekondigd dat de lockdown langer duurt. En er mag weer iets minder. Maar ja, voor mijn gevoel is er niks veranderd. Omdat we al in een lockdown zaten en het gaat gewoon door naar lockdown. Dus ja, mensen zijn een beetje... Iedereen accepteert het gewoon. Het is gewoon oké, we zitten er maar binnen. En we hopen dat het weer beter wordt. Ja, precies. En dan straks een beetje naar buiten de zon en luchten. Wie weet of dat nog een beetje helpt. Hey, zeg, jouw vriendin Catherine, die zou naar Bangladesh. Dat ging niet door. Wat is de stand van zaken wat dat betreft? Oh ja, dat is nog een heel gedoe geworden. Ze werkt nu vanuit huis voor Bangladesh. Dus ze werkt nu gewoon hier thuis voor de Bangladesh office. Dus ze heeft dezelfde tijden daar. Dus ze staat 4 uur de ochtend op. Zo. Maar ze hoeft er niet meer heen. Dus dat heeft het probleem eigenlijk opgelost. Oké, en wat kan ze dan doen vanuit huis? Als ik het goed begrijp, kijkt ze naar eigenlijk hoe het virus daar verloopt. En hoe ze het verder kunnen voorkomen. En ze geeft gewoon advies. En ze versterkt eigenlijk de richtlijnen. Voor hoe ze daarmee om moeten gaan. Nou, wat vind jij ervan? Die situatie. Ze werkt voor Bangladesh. Maar ze is toch lekker bij jou. Ja, ik vind het natuurlijk prima. Ja, dat dacht ik al. Komt mij goed uit. Ja, maar het is voor haar natuurlijk een avontuur minder. Ja, nee, het is wel jammer voor haar dat ze er niet heen kan. Maar op zich, we hebben nog genoeg avonturen. We gaan ook eind van de week verhuizen naar Noord-Ierland. Dus dat is ook weer wat anders. En dan natuurlijk, in juli gaat ze naar Amerika. Dus we mogen echt niet klagen. En waarom die verhuizing? Ons huiscontract was afgelopen hier eind december. En zij wilde eigenlijk graag weg uit Oxford. En we kunnen nu overal van het huis werken. Dus toen dachten we, waarom niet? Laten we gewoon ergens anders heen gaan. Dus Belfast wordt het. Oké, je gaat dus in Noord-Ierland zitten, in Belfast. Kun jij dan gewoon alles doen voor je studie in Oxford, dat je ook kunt vanuit Oxford? Ja, nee, het is, want ja, de bibliotheek en alles zijn toch dicht. Dus voor mij is er eigenlijk geen verschil. Ik kan ook mijn supervisors niet ontmoeten, want we mogen allemaal niet face-to-face zien. Ja. Dus wat dat betreft zou ik overal kunnen werken. Voor Catherine, zij moet ergens in Engeland werken of in de UK. Ja. Dus Noord-Ierland hoort er nog net bij. Dus dat komt mooi uit. Kunnen we toch ergens anders heen. Oké, maar wel aan de Verenigd Koninkrijk werken. Ja, maar je zegt ze wilde graag weg uit Oxford. Waarom dan? Gewoon wat anders zien, denk ik. We hebben er natuurlijk al best een tijdje gezeten. En zij is er helemaal klaar. Dus zij is ook geen student meer. Dus voor haar is het wel leuk om ergens anders heen te gaan. En ja, ik vind het ook prima. Dat maakt jou niet zoveel uit. Maar hoe kom je dan op Belfast? Nou, haar vader die heeft een huis daar. En dat staat nu leeg. Dus wij gaan er eigenlijk gewoon in zitten tot het verkocht wordt. Dus je hoopt dat dat even duurt dan? Nou, als je de prijs maar hoog houdt. gaat dat vast. Ja, Oké, nou dan wens ik je veel succes bij de verhuizing. Als je weer op orde bent, dan gaan we graag weer eens beeldbellen met je. Ja, uiteraard. Ja. Oké. Dankjewel. Tot dan, Bastiaan. Groet aan Catherine. Oké, tot dan. Hoi, fijne dag. Oké, joe.